Maar goed, we zijn wat onderhoud verplicht. We gaan aan de sloot die voor het huis lag bij de stroor langs. En dan moeten wij ons deel er ook van schoonmaken hebben. In het verleden waren er twee momenten per jaar dat er schouw was. Of, ik bedoel, er was één moment en dat was wel vrij handig. Maar de laatste tijd hebben ze bedacht dat er maar twee momenten wezen moesten. Met oog op de extreme regenval en dat soort zaken. Maar goed, wij hier in Sjemussen zitten behoorlijk hoog in het landschap. Dus als wij naar de voeten kringen, dan moet er wel echt een heleboel gebeuren. Hè? Dus vandaar, voor mij zit het hier 5 meter boom NAP. Dus zoiets. Maar goed, dat was een beetje het vandaag. Dan verder niet van nieuws. Vink je erachter, ik ga ook zo weer naar beneden. En we zien of hoort elkaar wel eens weer. Iedereen een prettige avond, tot de volgende keer. PSOMJC, de hele groep, dus PA3FJL. Ja, oké, luid. Dan zit er nog een vol metertjes boven. Hè? Ja, ik zat er volgens mij 1 tot 1,5 meter beneden. Dus dus als ik op het dak stooi, dan geef ik wel even een centje. Dat betekent dus toen die klomp maar dan moest aan luid. Maar dan is het meteen nog steeds droog weer. Ja, oké, joh. Oh, we gaan erop. Wijbrand, PA1, Whisky Delta. Ja, oké, Jacob. PA7JC, Papa Alveen, Whisky Delta Retour. Nou, de Foxtrot Juliet Lima, oftewel Luis, die kreeg ik met heel veel ruis, kan die ben. Hij heeft wel nestje acht, maar van de rest is het ruis. En na wat nou hoorde ik een letter of een woord, maar jammer voor mijn uit. Oké, nou, ik wens iedereen nog een prettige avond en smakelijke bak. En ik zal zeggen, tot de volgende keer. En Jacob, bedankt voor het leiden van het net. En tango, kilo. Ik er nooit beter op, Jacob. Maar in elk geval, PC 1, tango, kilo. Nou, ook even bedankt voor het voorprogramma, laten we maar even zeggen. Dus zodoende. PS7, jij zei de groetjes. Oi, oi. Ja, oké, Wijbrand. Ja joh, als ik toch mijn papier bij heb, dan gaat het ook niet houden. PA1, Whisky Delta, PSMJC. Goed, hier dan. Even kijken, ik had nog 2 op de achtergrond. PD1, Juliet November. PD1, Juliet November. Voor een broek. Ja, ik heb hem gewoon lekker in middenbusje, dus ik heb net zoveel spreekstof op het moment. Ik heb ze wel allemaal gauw meekregen, luid ook. Dus ik heb geen woord van de meeste. Dus. Ik groet jullie ook. En we hebben het geprobeerd. En PD8, Victor. Nou, succes met de hobby. En ik hoop dat de bodem van Zaren is. Net zo goed als ik. Ik kan het allemaal behouden. Ja, en wat Gerard betreft, Gerard heeft er al hoeveel last van af. En ik heb er ook al wel eens een keer al wat van gezegd, dat er ook wat, wat leugens is, maar hoe mooi het zat. En ik heb niet vermoed, en een donkerbruin vermoed, dat het in het transieve ziel zit. Hè. Dus ik heb door hele donkerbruine vermoed van. Maar goed, hij komt er wel achter. Hè. Dus het is wel lastig. Gegroet jongens. En ik wil jullie allemaal weer met een PD1 juli en november voor PA7JC in de groep. Ja, oké, jullie. PD1 juli en november PA7JC. Nog meer excuses voor het te laat inmelden. Ja, ik had het nog even druk. Is wat later worden dan normaal de bedoeling was. Ja, en dan moet de afwas dit moet nog wel gebeuren. Dus ja, dus vandaar ietsjes later. Hè. Maar oké, ik wist dat Johnny aanwezig zou zijn, maar hij had me al een appje gestuurd natuurlijk. Dus goede heren, ik zou zeggen, fijne avond, smakelijk bij koffie. We zometeen gaan we nog even een keuswaai naar de 10 meter. Kan even 2 minuutjes duren, Johnny, want hij moet even naar boven natuurlijk. En even is dit een camera of 2 meter? En dan meld ik mij zo wel even op 400. Dit was PSMJC, iedereen bedankt, de groeten, hoi hoi. Ja, mooi Jacob, allemaal groetjes. Scala Charlie 1 Tango Kilo. Ik heb nog steeds het idee dat schema weer probeert in te melden. Gaat toch weer stroom, Wobben?
Het is even Whisky Bravo. Ja, ik draai ineens weer. Hier, dus ik ben er weer. Het is afgelopen, Poot. Ik spreek u de volgende keer weer dan. Meen je dat ze proberen zich in te melden, Walter, hè? Oké, PA, ZBC, PC, NTK, tot straks, ja, Walter. Mooi mee. Ja, Rutje, oké, ook Walter, luid en duidelijk. Dus even de stroom weg. Reken maar naar bedoeld, Walter. Nou, ik weet niet wat er loopt is. Ik sta bij de buurman. Dus ik krijg ze wat ik daar, wat de hel. Nou, maar die stond ook ineens met de boommachine in handen, dus. Daar deed ook niks. Dat lag niet gelukkig niet aan mij. Dat ken we weer. Het is een 90-year-old radio guy. Ja, groen met zo'n weg. Ja, inderdaad, Walter, anders aan ze weer gezegd. Ja hoor, er zit bij zo'n prutsen daar aan de overkant met die antenne. Oké, dit is weer de mazzel. Dat ook in de bank niet. Misschien hebben we al in Elektra eruit zitten te boren. Waardoor de keursloting ontstaan is. Maar ja, oké, dan zal het zeggen. Zusmo weer, kan gebeuren. Dus een accu op reserve, even als een standby. I have a battery in the back, dat is true. Ja, dat zal mij verkeerd zijn, hè? Oké, heren, even een QSY. If they're talking about me, that's hilarious. My mate. Tango whisky, dat zegt mij zo niks. Maar goed, dat geeft niks, hartstikke goed. Oh, dus zaterdag gaat het gebeuren. Ja, voor de meesten is zaterdag een handige dag. Ja, en de job waar ik zit, ben nog wel eens een keer aan het werk. Maar goed, morgen was ik vrij. Ook, dat is ook al afgelopen, inmiddels alweer ingevuld gedurende 8,5 uur. Maar goed, als je om 5:30 begint, dan ben ik om 2 uur klaar. Bingo. Hey, maar wat je joh? Hey, we hadden nog even over die HF-antenne. Het was niet, en dan moet ik even mijn gegevens erbij pakken. 10 meters. En wat was het ook alweer? Hier is de index. Die haal ik altijd door elkaar. De W3DZZ en de nou ja, G3RUH, wat was het ook alweer? VF. G5RV, ja, die heb ik zien werken bij Gerrit. Althans, zien aansluiten en dat is wel heel erg handig. Vooral voor als je in een rijtjeshuis woont. Klopt, alleen die halve die jij maar toch zonder had, was alleen maar 40 meter. Maar zou jij ook 60 meter kloppen, of wat het dan heel erg niet hielp? Want ja, qua ruimte zou het heel mooi zijn. Ontvangen kan altijd, ieder stuk draad ontvangt. Ieder stuk draad zendt eigenlijk niet. Nou ja, zendt wel, maar goed, op de bepaalde golflengtes gaat het dan beter, hè? Een halve golf, daar... Oké, ik ben wel tunen vandaag. Dit keer met nieuwe vaardigheden. Ik heb dit keer de stroomplug thuis, dat heeft hier aardereferentie. Dus in de ruitenhout valt het signaal heel laag. En mijn korte golf draadantenne die hangt er buiten aan die lantaarnpaal. Als je nou dit aan, dan geef ik dus wel storing. Ja, China is nou momenteel behoorlijk actief. Klinkt als Chinees nieuwjaar of zo. Dat is wel geinig. Dan heb ik ontdekt op deze. Deze kan blijkbaar ook korte golf. Even starten. 0,9 MHz, dat is het korte golf eigenlijk. Mijn sterrenantenne erop zit, die kan dat natuurlijk niet zo goed. Zo. Maar hij is al meer dan 8 meter hoog nu of zo. Nee, ik denk 7 meter of zo. Ik hoor Fransen. Op 9,9. Doe ze ons de beurt aan, als ik een heel storing op deze zo. Automatisch zoeken. More communicable with the, they can communicate with the other members of the department. Bijna 100% signaal. Political wrangling is going to continue for some more time. Op deze Indische kanaal denk ik. He is in charge
But some would see that as the, you know, kom je grijs als een stroomstekker af is. Ja, dat vandaag. Korte golven ham radio's hebben aardereferentie nodig. Ook al is het een aarde stokcontact hieraan. Kijk, er is gewoon een tweepunter. Het gaat via de neutraal. Het gaat via de minus door de gelijkstroomkabel. En dan door de neutraal van het stroomnet. Wisselstroom heeft twee. Dus heet en neutraal, zoals de Britten zeggen. En neutraal heeft referentie tot aarde. Zo ja. Nou, je ziet nou geen gras, maar. Zo ja. Dat is wel geinig. Deze is gemakkelijk. Deze was natuurlijk gewoon korte golf op AM. Maar deze staat op brede FM. En scanner gebruikt. Maar eigenlijk is de korte golf AM. Zo, als ik naar AM ga. Dat is, daar kun je niks van verstaan hoe slecht dat eigenlijk is, zo. Ja. Deze kan wide FM, narrow FM, shortwave FM, wide wave FAM. Wait a minute! It's nice and clear now! It's wide AM now. Normal AM, you're crackling. So. I think this is a Chinese guy on China radio. Maar de zon gaat naar beneden, zo. 2 meter wordt straks actief met Duitsers en Italianen en Britten. Nee. Eigenlijk moet hij op wide AM staan. Dit is ook ATT, dat was volgens mij attended. Zorg ervoor dat hij op je signaal blijft hangen. Zonder te weg te driften. Dat doet hij best goed. Want AM, korte golf, heeft nog de neiging om weg te driften. Korte golf heeft de neiging om weg te driften vaak. Helemaal als je signaal niet helemaal tip is. Ik herken dat accent, dat is een Amerikaan die in China werkt voor het nieuws. Maar dit ding is echt gebouwd voor korte golven, zodat de kwaliteit is daar natuurlijk beter. En hij gebruikt een draadantenne, dat erbij hoort. Deze gebruikt een sterrenantenne volgens mij nu. De zwarte kabel is de sterrenantenne. Die zit erboven. Nou, anders een VR-antenne, die werkt goed met de luchtvaart en zo. Check nu in mijn tractor, slekker.